Ja, die persconferentie van die D66, die loopt nog. En ik heb aantekeningen gemaakt. Nou, het is ongelooflijk wat je zo hoort met dat geneuzel van die mensen. Maar zo'n partijvoorzitter, die Everhard, die dan zegt, ja, en die beginnen dan gelijk ook met, ja, moeten we excuses maken. Nee, we gaan weer neusjes door het stof heen. En ja, we hebben de verkeerde, al die woorden ook, verkeerde afwegingen gemaakt. Ja, natuurlijk maken ze die verkeerde afwegingen. Het is gewoon een geblunder van heb ik jou daar. Maar ja, het is me dan ook, zo'n partijvoorzitter is ook, dat zie je ook, is zo'n verschrikkelijke zwakke broeder. Ja, dat kan ook niet anders. Nederland is natuurlijk maar zo'n klein landje. En er zijn natuurlijk maar heel weinig vijvertjes om politiek talent uit te halen en te vissen. Ja, en dan krijg je dit soort geblunder van. Maar goed, en daarna zie je dus de volgende zwakke broeder, maar broedster dan, Kakelende Kaag. Ja, de Kakelende Kaag, die dan ook allerlei dingen zegt, als zijnde ja natuurlijk, en dan geven ze zelf antwoord, hè. Dan zeggen ze bijvoorbeeld, en ja, dat had ik natuurlijk anders moeten doen. Ja, en daar heb ik spijt van. Ja, dat zegt Kakelende Kaag. En dat moeten we in de toekomst anders doen. Ja, zegt Kaag. Tuurlijk. En dan blijkt gewoon, en dat zegt ze dan zelf ook, ja, ik heb in deze casus natuurlijk, want dat woord gebruikt ze constant, casus dit, casus dat. Ik heb in deze casus, ben ik eigenlijk iets te zakelijk geweest. Ja, ik ben niet menselijk genoeg opgetreden, zegt ze zelf. En dat komt gewoon omdat, ja, de Kakelende Kaag, die heeft natuurlijk geen enkele empathie. Geen enkel gevoel met de medemens. En dat is, en dat komt, omdat Kakelende Kaag is het voorbeeld van een VEF. Zo noem ik dat. De V-E-V. De VEF. En dat is het vervelende, en daar zit Nederland mut vol mee, vrienden. Het vervelende, efficiënte vrouwtje. De VEF, onthoud hem. Je krijgt ze ook wel eens aan de telefoon soms, hè? Oh ja. Nou, dat is dan uw mening, meneer. Weet je wel, die. Dat vervelende, efficiënte vrouwtje. Dat is de Kakelende Kaag. En die zegt dan, ja, ik heb eigenlijk spijt van, ik heb eigenlijk gefaald omdat ik niet heb doorgepakt. En als je nou zo verschrikkelijk slecht leiding geeft aan je club, en dat geldt voor die Everhard, die partijvoorzitter, en zij, Kaag, Kakelende Kaag, als partijleider, dan zou je toch denken bij jezelf, zodemiet erop, die Van Drimmelen, die moest van hun verdwijnen. Ja, natuurlijk moet die man verdwijnen, maar zij mogen blijven. Die Everhard en die Kaag, die mogen gewoon blijven. Ja, natuurlijk, blijf gewoon lekker zitten. Och, het is dat hij het niet meer kan. Hè? Maar Hans van Mierlo zou zich doodschamen.